Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in onze christengemeente Bundemeerse. Ook namens onze gast, predikant, de heer Verdouw, weer welkom. Het is woensdagavond bijbelstudie bij familie Postouwer. En vrijdagavond of vrijdagmorgen, vrouwenochtend bij familie Baan. We hebben een drietal jarigen in het midden. Dat is Dirk Postouwer, Anita van Heur en Hanneke van der Boogaard. Ik zie niemand van ja. Dirk is hier. Van harte proficiat. Allemaal, alle drie. En God zegen toegewenst. We gaan een drietal liederen zingen. Het eerste lied is 64.
als laatste lied zingen we 72. Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Dick Verdouw. Wij komen uit Nunspeet. En Marielle is er de vorige keer niet. U kent Marielle wel. En voor in de zomer waren wij hier te gast. En toen zei Marielle van, hé, jij heet Verdouw, hè? Bij mijn tante woonde vroeger ook een Verdouw aan de overkant van de weg in Nunspeet. Ja, dat klopt. Dat waren wij dus. Dus we hadden elkaar wel eens gezien in een ver verleden, maar elkaar nog nooit gesproken. En hier kwamen we elkaar tegen. En zij regelde de preekvoorziening, dus ze zei, nou, wil je ook een keer komen? En zie daar, ik ben er dus een keer. Fijn om vanmorgen in uw midden te mogen zijn. Helaas heb ik zelf geen gemeente meer. Ik ben afgekeurd wegens chronische vermoeidheid. Ik kan niet meer al het werk aan, maar mag nog best wel af en toe een keer preken. Dus fijn om hier vanmorgen te zijn in deze bijzondere gemeente. Jongens en meisjes, het is vandaag ook een beetje een bijzondere zondag, hè? Weten jullie dat, wat voor zondag het vandaag is? Het is niet zomaar een zondag, hè? Het is de eerste zondag na Sinterklaas. Maar dat bedoel ik niet. Want er staan hier ook kaarsen, waarom is dat? Waar heeft wat mee te maken, die kaarsen? Met? Ja, heel goed. Wil je me even helpen? Want het is 4 weken voor kerstfeest beginnen we, hè, met een kaars aan te steken. Vorige week zijn we begonnen. En vandaag is de tweede zondag van de 4 Adventswegen. Dus moet er eigenlijk 2 kaarsen branden. Wat denk je? Gaat jou dat lukken? Probeer maar eens. Deze mag eerst aan. Ja. Ja, goed. Ja, dan deze nog. Ja hoor, prima. Nou, fijn. Dus
Kijk, vandaag is het 6 december, hè? Want gisteren was het 5, Sinterklaas. Heb je mooie cadeautjes gekregen gisteren? Ja, fijn, hè? En dan is het 13 december, volgende week zondag. En dan 20. En dan is het 25, die vrijdag is het kerstfeest. De Heer Jezus wordt dan geboren, daar denken we aan, hè? Ja, oké, hartelijk dank. Zullen wij nu in een moment van stilte persoonlijk God vragen om zijn zegen over ons samen zijn? Wij verwachten het goede van morgen van die God die de hemel, de aarde en ook ons heeft gemaakt. Die ons zijn belofte gaf. En je kunt op hem aan, want hij doet wat hij heeft beloofd. Geliefde gemeente en gasten, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader. Door de Heere Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen, een berijming van Psalm 84, Wat hou ik van uw huis? En dan moet ik even steeds zoeken, want ik ben vergeten om een liturgiebriefje mee te nemen. Weet jij welk nummer het is, organist? Oké, lied 58 gaan we zingen.
ook vanmorgen willen we kijken in de spiegel van Gods wet om te horen wat zijn bedoeling is met ons leven hier in deze wereld. De Heere Jezus heeft de geboden van God samengevat in het grote gebod. Hij heeft tegen ons gezegd, je moet de Heere je God lief hebben met heel je hart. Ook met je hoofd, met je kennis, met je verstand. En ook met je handen. Lief hebben in alles wat je doet. Makkelijk te onthouden, hè? Hart, hoofd en handen. Met heel je leven God lief hebben. En als je dat doet, God lief hebben, betekent dat ook dat je je naaste, je medemensen, moet lief hebben als jezelf. Maar de liefde moet ook concreet worden. Ik wil met u luisteren naar een woord uit de eerste brief van Petrus. Het is adventstijd, we leven toe naar kerst, de komst van de Heere Jezus. Maar we leven ook toe naar zijn wederkomst, want Jezus komt terug, hè? Om alle dingen nieuw te maken. Nou, daar gaat het over, luister maar. Petrus zegt in 1 Petrus 4, vers 7, het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven, zoals hij die ontvangen heeft als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe in alle eeuwigheid. Amen. Jongens en meisjes, voordat we gaan bidden, wil ik jullie graag iets vertellen over het bidden. Willen jullie even naar voren komen? Nou, het podium is niet zo groot. Zullen we daar gaan staan? Willen jullie op het podium gaan staan daar of niet? Of gewoon voor in de kerk blijven? Kom maar op het podium staan. Hè? Lukt dat? Ga ik een stapje naar beneden. Kunnen jullie mij goed zien? Hè? Kom maar, kom jij een beetje vooraan, hè? Anders sta je achter je zus, of wat is dat? Ja, hè? Ik wil iets vertellen over het bidden. Moet je horen, stel je voor, hè, je hebt een vriend of een vriendinnetje, en die wil je heel graag iets vertellen, maar je bent niet bij elkaar. Hoe kun je dan een vriend of een vriendinnetje toch iets vragen of vertellen, terwijl je niet bij elkaar bent? Wat zou je dan kunnen doen? Ja, je zou kunnen bellen, hè? En zijn er nog meer mogelijkheden? Ja, een brief sturen, ja. Jullie hebben nog geen mobiel zeker, of wel? Als je een mobiel hebt, wat kun je dan doen? Chatten, hè? Of een sms'je sturen, hè? Ja, of als je een computer hebt. Ja, kun je mailen, of Facebook. Maar stel je voor, je hebt geen telefoon en je hebt geen computer en je hebt geen mobiel. Nou, dan kun je elkaar een kaart of een brief sturen, hè? Ja. Dat kan niet zomaar. Als je iemand een brief stuurt, bijvoorbeeld, ik heb 4 dochters, hè? Mijn vrouw trouwens ook, we hebben samen 4 dochters. En we hebben ook een sponsorzoon in Haiti. En dat betekent van, wij helpen die jongen in Haiti, in een ander land, in een arm land, dat hij ook naar school kan gaan en eten krijgt. Maar die heeft geen telefoon, en die heeft geen mobiel, en die heeft geen computer. En als we dan met elkaar praten, stuur ik hem een brief. Dat kan ook, hè? Duurt wel heel lang voordat hij er is, maar dat kan. Elkaar een brief sturen deden ze vroeger, hè? Maar dan moet je wel 3 dingen hebben. Als je een brief stuurt, moet je weten hoe die ander heet. Dat wou je zeggen, ja? Ja, ook, dat is het tweede. Je moet eerst het adres hebben, hè, om iemand een brief te sturen. Een adres moet erop, de envelop. Anders weet de postbode niet waar die heen gaat. En je moet een postzegel hebben. Waarom moet je een postzegel erop plakken? Weet je wat het voor is, zo'n postzegel? Nou, dat is, je moet toch wel betalen? Want de postbode die moet ook geld verdienen. Dus je moet een postzegel plakken op de brief. En dan heb je betaald voor de postbode die hem wegbrengt.
En dan is er nog iets. Heb je dus een envelop met een adres en een postzegel. Betaalt hij dan? Postcode. Ja, een postcode. Dat heeft hij niet hoor. In IT hebben ze geen postcode. Nee, doen ze niet aan. Er wonen zo weinig mensen. Wat dan? Ja, dan moet je natuurlijk ook iets gaan schrijven, hè? Je moet een kaart van, hallo, hoe gaat het met jou, zegt ik dan. Met mij gaat het goed en gelukkig nieuwjaar schrijf ik dan. Hoe gaat het op school? Nou, en bidden kun je eigenlijk wel een beetje vergelijken met zo'n ouderwetse brief sturen. Als je bidt, moet je eerst een adres hebben, hè? Tot wie bid je? Nou, wat staat erop? Als we bidden, dan bidden we tot? Ja. Dat heeft de Heer Jezus gezegd, hè? Je mag bidden tot God als tot je Vader in de hemel. En als wij bidden, ja, kan dat zomaar? Zijn wij zulke goede mensen dat we best alles van God kunnen vragen, of we zo goed ons best doen, of wat denk je? Nee, ja, er gaat ook wel eens iets mis, hè? Verkeerde dingen, ja. Maar dan heeft Jezus gezegd van, kijk, als je God bidt, ik ben aan het kruis voor jou gestorven, voor al je zonden. En als je in mij gelooft, dan wil God je Vader zijn. Dan mag je toch vragen wat je nodig hebt. Nou, en dan kun je dus bidden, is praten met God. Wat kun je allemaal doen in je gebed? Wat is het bovenste? Wat staat er? Ja, je kunt dingen aan God vragen, hè? Wat zouden wij bijvoorbeeld aan God kunnen vragen vandaag? Zou je kunnen vragen aan God? Of hij... Ja, of we een fijne dag mogen hebben en of we een fijne kerkdienst mogen hebben. Ja, hè? En je kunt ook, wat staat er nog meer? Als je bidt kun je ook danken. Waarvoor zou je kunnen danken? Wat hebben jullie gisteren gekregen met Sinterklaas? Cadeautjes, nou, dat is toch mooi, hè? Dat we Sinterklaas kunnen vieren, dat je cadeautjes krijgt. Mag je ook wel voor danken, toch? Of mag dat niet? Ja, je moet ook Sinterklaas bedanken natuurlijk, maar... Ten diepste ook wel de Heere God een beetje, hè, dat we Sinterklaas kunnen vieren. Ja. Er staat nog iets. Wat moeten we ook doen? Ja, vergeving, want wij doen allemaal verkeerde dingen. Hè. Of je nou groot bent of klein, je zegt wel eens iets wat eigenlijk niet zo netjes is. Of je doet wel eens iets wat eigenlijk niet mag. Nou, dan moet je ook God om vergeving vragen. Kunnen we nog meer doen? Er staat er nog meer. Voorbeden, wat is dat voorbeden? Dat is... Ja, dat is bidden voor een ander, hè? Er zijn ook mensen in de gemeente die ziek zijn of die naar het ziekenhuis moeten. En er is iemand gestorven. Nou, dan gaan we ook voor die mensen bidden. En nog één ding wat je ook kunt doen. Wat staat hier? Loven, God loven en prijzen. Wat is dat? Ja, net als met voetballen, hè? Als je bijvoorbeeld, want ik ben voor Feyenoord. Waar ben jij voor? Welke club? Ajax? Nou, dat is jammer, maar goed. Ik had MVV verwacht of zo, maar jij dan, van wie ben jij? Juventus. Juventus? Helemaal Italië, man. En als ze dan een doelpunt maken, als Juventus een doelpunt maakt, wat doe je dan? Juichen, hè? Ja, toch? Juichen voor je ploeg. Jij voor Ajax, ik voor Feyenoord. Misschien anderen voor MVV. Zijn er ook MVV-aanhangen in de zaal? Ja, een beetje? Gaat niet zo goed, hè? Er valt weinig te juichen, of niet op dit moment, bij MVV. Ja. Nou goed, wij mogen ook juichen voor onze God. Hè. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij gaat grote dingen doen. We mogen hem loven en prijzen. Allemaal als je bidt. Oké. Nou, weet je nou iets meer over het bidden? Dus net als een schrijver van een brief, je moet wel een adres hebben. Onze Vader in de hemel. Je moet weten, we mogen bidden in Jezus' naam. Hij heeft betaald. En je mag hem alles vragen wat je nodig hebt. En danken en bidden voor anderen. Loven en prijzen. Dat is bidden. Gaan we samen doen. Mogen jullie gaan zitten. Nou gaan we eerst zingen. Lied met de kinderen. Als je bidt zal hij je geven. Dat is lied 376.
Zullen we de Heere God loven en prijzen, hem danken voor deze dag en vragen om zijn onmisbare zegen en leiding. Liefdevolle God, Vader in de hemel, wij komen samen tot u en we willen uw grote naam loven en prijzen. Want u bent de schepper van de hemel en de aarde. U bent onze schepper. En door de Heere Jezus wilt u ook onze God en Vader zijn. We danken u, Heer, voor dat grote voorrecht dat we eigenlijk helemaal niet kunnen bevatten. Dat wij, kleine mensen op deze aarde, verbonden mogen zijn met u, de eeuwige grote God. Dat we zelfs uw kinderen worden genoemd. Dat u van ons houdt en voor ons zorgt. Dat u erbij bent elke dag, als we jong zijn, als we opgroeien, als we ouder worden. U bent er altijd, in voor- en tegenspoed. Als we feest vieren, als we verdrietig zijn, u bent erbij. Dank u wel dat u ook vanmorgen in ons midden bent, want dat hebt u beloofd. U hebt gezegd, Heere Jezus, waar twee of drie of meer in mijn naam bij elkaar komen, daar ben ik zelf in hun midden. Dank u wel, Heere Jezus, u woont in de hemel. En we denken er in deze tijd aan dat u naar de aarde kwam om mens te worden, om voor onze zonde te sterven. Maar u bent ook bij ons. U bent bij ons in uw liefde, in uw kracht. En we bidden u, Heere God, werk met uw Heilige Geest. Als we de Bijbel lezen, als we uw woord uitleggen en beluisteren, wilt u met uw Heilige Geest ons hart winnen voor u. En doe ons groeien door in geloof, hoop en liefde. Doe ons groeien in kennis van uw woord. Maar ook dat we ernaar verlangen om dan de komende week te leven zoals u het bedoeld hebt. Of als we twijfelen, Heer, als we het moeilijk vinden om te geloven. U weet daarvan, wilt u ons ook dan raken en helpen om te geloven. Vader in de hemel, we danken u dat wij in vrijheid bij elkaar mogen komen. Dat is niet vanzelfsprekend. Zoveel kinderen van u worden vervolgd om hun geloof. Worden in de gevangenis geworpen of achtergesteld. Heere God, zorg ook voor hen die vervolgd worden. Houd hen vast. Laat uw kerk mogen groeien over heel de wereld. Zegen ons en ook alle die uw naam mogen horen, het woord dat u laat verkondigen. En laat uw koninkrijk zo komen, Heere God, in kracht en heerlijkheid steeds meer. Wees ook onze kinderen nabij en degene die hen leiden, ook in de nevendienst, in de kinderclub. Heere God, raak hen al heel vroeg aan. Win hen voor u, opdat ze veel goede vruchten mogen dragen. Heere God, zo verwachten we alles van u. Niet omdat wij het verdienen, omdat wij hier in de kerk zijn of omdat we beter zijn dan anderen. Nee, Heer, we weten, wij zijn ook zondige mensen. Maar u wilt in uw genade vergeven, om Jezus wil. Wilt u dan in uw genade nabij zijn? In alles wat we doen, spreken, luisteren, spelen en zingen. Maak het goed, Heer, om Jezus wil alleen. Amen. Ja, op deze tweede Adventszondag wilde ik met u gaan luisteren naar twee gedeelten over Maria. We gaan naar Lucas 1. En eigenlijk gaat de preek vooral over het loflied van Maria, maar we gaan eerst de aankondiging lezen dat zij zwanger wordt. Lucas 1 vanaf vers 26. Dan lezen we in Gods woord het volgende. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
Toen zij de engel zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap met een man heb? Maar de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige, dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is ook zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is al de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie, de dienares van de Heere, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Nou, en dan gaat Maria naar haar nicht Elisabeth toe. En ze begroeten elkaar met vreugde, met blijdschap, met verwondering. En dan zingt Maria haar loflied. Dat is vanaf vers 46. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uitgedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten, maar nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd, maar rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht, door zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft aan onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar huis. We gaan nadenken over het laatste gedeelte, de loflied van Maria. En het thema is vanmorgen de omgekeerde wereld. Weet je wat dat betekent, jongens en meisjes, de omgekeerde wereld? Dat betekent dat alles anders is dan het vandaag is, hè? Als iets heel raars gebeurt, dan zeg je, nou, dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Zo gaat het nooit. Maar ja, God gaat soms dingen veranderen die heel anders zijn dan nu, hè? Dat is dan de omgekeerde wereld. We gaan eerst zingen uit de lofzang van Maria. Dat is lied 79, maar daarvoor vindt de collecte plaats. En ergens heb ik een briefje met daarop de bestemming van de collectes. De eerste collecte is voor de gemeente hier. En het tweede collecte is voor het jeugdwerk. Geef mij blijdschap van de gave die God u heeft toevertrouwd. Daarna zingen we dus lied 79, de versen 1, 3 en 4.
Broeders en zusters, jongelui, het thema is dus vanmorgen de omgekeerde wereld. En ik wil beginnen met een hele vreemde vraag eigenlijk. Deze vraag. Is er ook een nadeel als je heel veel bijbelkennis hebt? Nou, dan zullen ze denken, dat is een gekke vraag voor een dominee, hè? Want dominees mopperen er toch vaak over dat de mensen te weinig bijbelkennis hebben. Ja, vooral de jongelui natuurlijk, die leren lang niet meer zoveel op school dan wij vroeger. Och, wij moesten hele rijtjes uit ons hoofd leren van alle koningen van Israël en Juda. En alle bijbelboeken moest je op kunnen zeggen en ga zo maar door. Dus, en een van de profeten zegt in het Oude Testament, mijn volk gaat aan gebrek aan kennis verloren. Nou, we willen graag dat we bijbelkennis hebben, hè? En hoe zou je ook kunnen geloven in God als je niet iets wist van zijn woord? Dus bijbelkennis is heel belangrijk. Maar zit er ook een nadeel aan veel bijbelkennis? Wat denkt u? Kan er ook een nadeel aan zitten? Geen idee? Of wel? Durft u niet te zeggen? Kijk, ik bedoel eigenlijk dit. Dit is mijn kleindochter. Onze oudste kleindochter van 3 jaar. En zij vindt het prachtig om met mij te spelen, met de trein. Maar ze vindt het ook prachtig om samen boekjes te lezen. Ook bijbelboeken. En weet je wat nou zo leuk is? Zij kent heel veel verhalen nog niet, hè? Voor haar is het nieuw. Dus als ik bijvoorbeeld vertel over Jona. En dat er storm op zee is. En dat ze dan Jona in het water gooien. Dat hij bijna dreigt te verdrinken. Dan denkt zij van... Maar dan komt die grote vis en die slokt Jona in 1 keer op. Nou, dan weet je helemaal niet wat hem overkomt. En dan na 3 dagen komt hij er weer levend uit. Wat een verhaal, hè? Kijk, als je de verhalen nog niet kent, ja, dan is het spannend, hè? Dan weet je niet hoe het afloopt. En als er heel bijzondere dingen gebeuren, ja, dan besef je dat ook. Dat is niet normaal, dat is iets bijzonders, dat is een wonder. Als je de Bijbel heel goed kent, ja, en je leest iets, dan weet je al wat er komen gaat. Hè? Weet je al precies wat er komen gaat. Dat is een beetje van de spanning weg, maar misschien ook een beetje de verwondering. En dat moet er juist niet. Ook als we lezen vanmorgen over Maria. Ja, de meesten van ons zullen wel weten wat er komt. Hè? Maar het is geen gewoon verhaal hoor. Helemaal geen gewoon verhaal. Maria, wie was Maria? Ja, we weten niet zo heel veel van haar, maar wat er staat, ze was een eenvoudige vrouw, gewone vrouw. Ze woonde in Nazareth, dat is het noorden van Israël. Ze is ook verloofd met Jozef, een timmerman. Dus hele gewone mensen. Ja, maar er staat er wel één ding bij. Ze waren allebei, Jozef en Maria, uit het nageslacht van David. David, de grote koning van Israël. Dus eigenlijk zouden Jozef en Maria een prins en een prinses moeten zijn. Maar dat waren ze niet. Want er was geen koning meer in Israël. En de koningen woonden ook in Jeruzalem. In Juda. Bij de tempel. Bij het paleis. Maar nou, er was ook geen tempel meer. En er was geen paleis meer. En er was geen koningshuis meer. Het was allemaal vergane glorie. Dus eigenlijk wel een verhaal met een droevig staartje. Hè? Jozef en Maria, nakomelingen van David. Maar je zag er niks meer van. Hele gewone, eenvoudige mensen. Maar dan komt het, hè, wat Maria gaat meemaken. Dat is niet gewoon. Want op een zekere dag ziet zij een engel. Nou, zeg eens eerlijk, wanneer hebt u voor het laatst een engel gezien? Zeg eens eerlijk, wie van u heeft er nog nooit een engel gezien? Wie van u heeft er nog nooit een engel gezien? Ik er niet. Dus de meeste van ons... En stel je nou voor dat je wel een engel zou zien. Dat er vanavond opeens bij je bed een engel zou staan. Hoe zou je reageren? Het zou wel heel vreemd zijn, hè? Een engel. Maar dat gebeurt dus, hè? Maria, gewoon, misschien is ze aan het afwassen. Of misschien is ze eten koken, ik weet het niet. Opeens staat daar een engel voor haar. Zul je schrikken dan, hè? Een engel. Dat gebeurde niet elke dag. Nou, dat gebeurde nooit. Ja, als je in de Bijbel leest, dan lijkt het alsof er steeds wonderen gebeuren. En steeds engelen komen. Ja, dat was maar af en toe, hoor.
De Bijbel is natuurlijk, dat gaat over duizenden jaren en de wonderen worden beschreven. Maar dat was maar heel af en toe, dus heel bijzonder. Hij ziet een engel. Wat betekent dat? En kun je een engel zien en leven? Want God is de heilige God. Wie kan voor hem bestaan? Dat is het eerste. Ze ziet een engel. En dan zegt die engel, Maria, jij zult zwanger worden. Nou, wij zijn een paar weken geleden weer opa en oma geworden. En nu staat de mobiel even uit, een uurtje. Maar dan gaat hij gauw weer aan, want onze derde dochter staat ook op... ik wou zeggen, ja, dat knappen, maar dat mag je natuurlijk niet zeggen. Hè? Die staat op punt van bevallen. Ja, op punt van bevallen. En wat is dat mooi, hè? Opa en oma worden. Dat is nog mooier dan vader en moeder zijn. Ja, want als vader en moeder heb je de lasten en de lusten. Maar als opa en oma heb je alleen de lusten. En als ze lastig worden, stuur je ze weer naar huis. Hè? Dat is prachtig. Maar wat is dat ook mooi, hè? Als je voor je het eerst zwanger bent. Dat geheim, dat wonder dat je met je meedraagt. En eerst weten nog maar heel weinig mensen dat natuurlijk. Je weet het zelf en misschien je man, misschien je beste vrienden. En dan langzamerhand, ja, dan wordt het zichtbaar, dan wordt het bekend. Dat is eigenlijk een hele mooie tijd. Zwanger zijn, in verwachting zijn. Ja, maar ja, Maria, die was dus nog niet getrouwd. Wat zouden de mensen daarvan zeggen? Wat zou Jozef daarvan zeggen? Als Jozef merkt, zij is zwanger. Ze waren nog niet getrouwd, ze hadden nog geen gemeenschap met elkaar. Want jongelui, ze gingen de Bijbelse lijn. Maria zegt dat, we zijn niet getrouwd, we hebben geen gemeenschap. Want in de Bijbel hoort dat bij elkaar. Getrouwd zijn en dan gemeenschap hebben. Dus Maria was niet een bom, ze was geen bewust ongehuwde moeder. Ze was een oom, een ongevraagd ongehuwde moeder. En wat zouden de mensen daarvan zeggen? Maria is zwanger. Nou. Ja, dat neemt wel iets weg, hè, van de mooiheid van het zwanger zijn en al die spanningen daaromheen. En dan bovendien, de engel zegt ook, en dat kind van jou, dat zal geen gewoon kind zijn. Dat is de Zoon van God. De Allerhoogste, de Messias zal hij zijn. Notabene, de Messias, daar hadden de mensen al eeuwenlang naar uitgekeken. God had gezegd van ja, er zal iemand uit het huis van David voor eeuwig op de troon zitten. En heel veel mensen zagen daarnaar uit, de komst van een nieuwe koning, de komst van de Messias. Maar ze dachten daar wel op een hele bepaalde manier over. Ze dachten, als de Messias komt, dan wordt hij weer koning in Jeruzalem. En nu zijn de Romeinen de baas, maar dan zal die Messias wel leger aanvoerder worden. En dan gaan we die Romeinen wegjagen en dan zijn we weer eigen baas in eigen land. Zo dachten ze over de Messias. En Maria denkt daar heel anders over. Daar komen we straks nog wel achter. Nou, dat is heel wat, hè? Dus wat Maria meemaakt. Een engel, ze wordt zwanger, maar ze is nog ongetrouwd. Zoon van God, zoveel dat ze dat allemaal niet meer even verwerken kan. Een prachtig, hè? Dan zegt de engel, maar ik weet iets, jouw nicht Elisabeth is ook zwanger. En je kunt mooi naar haar toe gaan om over al die dingen met haar te spreken. Ja, en dat is mooi, hè. Soms zijn er dingen in je leven die je alleen niet dragen kunt. Dat is dan fijn als je daar met een ander over praten kunt. Maar als je een goede vriend of vriendin hebt waarmee je dingen delen kunt. Of een man of een vrouw. Ja, en als je man of vrouw weggevallen is, dan mis je dat ook heel erg op de moeilijke momenten. Hè? De momenten dat je juist iets wilt delen met een ander en dan is die ander er niet. Nou, gelukkig zijn er ook ouderlingen, hè, en diaken in de gemeente waarmee je praten kunt. Of een voorganger. Misschien krijgt u weer een eigen voorganger. Of ja, wat ook heel fijn is de dingen delen met lotgenoten. Stel je voor dat je als ouders een kind verliest. Ja, daar kun je wel over praten met anderen. Maar als je dat nooit hebt meegemaakt, kun je dan weten wat dat betekent? Nou, wat is het dan fijn om met mensen te praten die hetzelfde hebben meegemaakt? Dat zie je dus al in de Bijbel. Hè? Wij hebben nu kringen met lotgenoten, maar in de Bijbel heb je dat ook al. Maria kan gaan spreken met Elisabeth. Nou, Elisabeth heeft niet een engel gezien, maar haar man wel. Maar ja, die kan nu ook niks meer zeggen, dus daar heb je ook weinig aan. Hè? En Elisabeth is ook zwanger. Ja, maar zij is geen bomvrouw en ook geen oom, maar zij is een hom.
Een hom, een hele oude moeder. Ja, dat is ook weer natuurlijk het een en ander. Hè? Want dan zullen de mensen daar nog meer van zeggen. Jongen, jongen, zo oud en dan nog een kind krijgen. Hoe moet dat allemaal? En nou, straks groeit dat kind op en dan heeft hij geen vader en moeder, maar een opa en oma in huis of zoiets. Hè? Dus jongen, jongen, zullen de mensen daar nou wat je van zeggen? En dan moet dat allemaal. En die zoon, heeft engel gezegd, zal ook heel bijzonder zijn. Een voorloper van de Messias. En nou, geweldig, hè? Ze kunnen daar samen over praten. Over alles wat komen gaat. En ik hoop van, als u met problemen zit, ja, natuurlijk mag je erover praten. Met God, in de hemel, alles kun je met hem delen. Maar als kerk ben je ook een gemeenschap. Hè? Als er moeite zijn, praat erover met anderen. Zoek iemand die bij je past om de dingen te delen. Dat is heel belangrijk. En dan gaat Maria het loflied zingen. En weet je wat dan blijkt? Dan blijkt dat de Bijbel een hele andere kijk op Maria heeft dan de Romeinse kerk. U weet misschien wel, in de Romeinse traditie is Maria eigenlijk op een voetstuk gezet. Hè? Maria was de maagd die Jezus kreeg. Maar zegt de Romeinse kerk, maar ze is ook altijd maagd gebleven. Ze bidden ook tot Maria, de moeder God, de heilige maagd. Maar als je de Bijbel leest, dat klopt helemaal niet. Want de Heer Jezus had ook broers. En eerst geloofden ze niet in Jezus, die broers. En later geloofden ze wel in hem. En dan is Jozef al lang weggevallen. Je hoort dan niks meer over Jozef. Waarschijnlijk was Maria toen al weduwe. Want aan het kruis wijst Jezus de zorg over Maria toe aan Johannes. Johannes, zie uw vrouw, zie uw zoon, dat zij voor elkaar gaan zorgen. Dus waarschijnlijk was Jozef al weggevallen, Maria was er nog. Jezus had broers, dus Maria is niet altijd maagd gebleven. En als zij dat loflied gaat zingen voor God, dan zegt ze, Heere God, u hebt omgezien naar uw nederige maagd. En u hebt ook voor mij de zaligmaker gestuurd. God is mijn heiland. Nou, als je geen zonde hebt, heb je ook geen vergeving nodig. Heb je ook geen zaligmaker nodig. Wie gezondigd heeft, zal sterven. Moet onder het oordeel van God komen. Als je geen zonde hebt. Maar Maria zegt, Jezus is ook mijn zaligmaker. Dus zegt ze, ik heb ook verlossing nodig. Ja, en zo is de traditie in de Romeinse kerk gegroeid. Ze zeiden, Maria was zonder zonde geboren. Ze is altijd maagd gebleven. Nou ja, als je geen zonde hebt, kun je ook niet sterven. Dus ze is naar de hemel opgevaren. En zij is nou medeverlosterin. Je kunt tot Maria bidden om hulp. Jezus zegt iets anders, hè? Jezus zegt, alles wat jullie de Vader zullen bidden in mijn naam. De Romeinse kerk zegt, ja, maar Maria was wel een echt mens zoals wij. Zij kan ons beter begrijpen. Ja, maar Jezus dan? Jezus werd toch ook echt mens, zoals wij? En hij heeft ook onder de verzoekingen geleden. Hij heeft ook honger en dorst gehad. Hij heeft pijn en moeite gehad. Hij begrijpt ons ook helemaal. Op één ding na. Gelukkig had hij geen zonde. En wil hij onze verlosser zijn. Dus wij moeten niet bidden tot Maria, zoals in de Romeinse kerk gebeurt. Maria zou dat vreselijk afwijzen. Zij zegt, ik ben maar een dienstmaagd van God. Ik heb ook een redder, een zaligmaker nodig. Maar hij komt. Hij komt. En dan wordt alles anders. Als Jezus komt, dan leven we in de omgekeerde wereld. Want in onze wereld, ja, er zijn heel veel mooie dingen in onze wereld, maar ook heel veel dingen die heel moeilijk zijn, hè. Denk aan de aanslagen van IS in Syrië, in Irak, maar ook in Parijs en Amerika. Hoe lang zijn we hier nog veilig? En denk eens aan zoveel mensen die honger en dorst hebben. Eigenlijk is dat niet nodig. Er is genoeg eten voor alle mensen op deze aarde. Als wij maar eerlijk zouden delen, maar we kunnen het niet, we doen het niet. En denk eens aan al die kinderen die niet naar school gaan en niet opgroeien in ongeremde blijdschap, maar die moeten werken, die verdrukt worden, als slaven gebruikt worden. Zoveel leed in deze wereld. Maar Jezus zegt, maar zo blijft het niet. Het wordt anders, er komt een andere wereld. En dan zie je in die lofzang van Maria dat zij een aantal dingen tegenover elkaar zet. Aan de ene kant heeft ze het over mensen die heersen.
En mensen die heel erg rijk zijn. En mensen die trots zijn, hoogmoedig, die denken dat ze alles zelf kunnen. En aan de andere kant spreekt ze over mensen die dienen. Mensen die arm zijn, eenvoudig. Mensen die nederig zijn. En wat zegt ze dan? God zal het opnemen voor die mensen die arm en nederig en dienend zijn. En die mensen die rijk zijn, ze zullen met lege handen worden weggezonden. En die mensen die anderen overheersen, ze zullen van hun troon worden gestoten. Waarom? Kiest God altijd de kant van de underdog, van de armen? Is hij tegen de rijken, de machthebbers? Er zijn mensen die hebben het zo opgevat, hè? In Zuid-Amerika, waar je ook verschrikkelijke dictators hebt en heel veel arme mensen, is de bevrijdingstheologie ontstaan. Zij zeggen, God neemt het op voor de armen. En wacht maar af, rijken en machthebbers, jullie loon komt nog wel, jullie oordeel. Maar dat is natuurlijk wel heel erg zwart-wit, hè? Want er zijn ook arme mensen die helemaal niet met God rekenen. Die stelen om rijk te worden. En er zijn mensen die heersen, maar in alle liefde die het goede zoeken voor een ander. Nee, de echte beslissing valt bij iets anders. Van, hoe sta je tegenover de Heer Jezus? Heb je hem nodig als je verlosser? Maar tegelijkertijd, het lijkt er soms op in onze wereld alsof er mensen zijn die God wel dienen. Maar die in hun armoede, in hun nood tot God roepen en toch niet gehoord worden. En het lijkt er ook op alsof er mensen zijn die rijk zijn en die zich aan God nog gebod storen. En God laat het maar gaan, hij grijpt niet in. Het lijkt alsof het niet klopt. Alsof God niets doet. Maar dat is niet zo. Jezus is gekomen. Dat is eigenlijk ook de omgekeerde wereld. Jezus was de Zoon van God. Maar hij liet alle rijkdom achter zich. Hij werd een arm mens. In een stal in Bethlehem kwam hij. Niet in een paleis. Niet in een prachtige wieg. Maar in een kribbe. En hij kwam niet om te heersen. Hoewel hij de schepper van hemel en aarde is. Hij kwam om te dienen. En hij zocht de mensen op aan de onderkant van de maatschappij. En waarom deed hij dat? Ja, omdat hij het kwaad bij de wortel wilde aanpakken. Want waarom leven wij in een gebroken wereld? En waarom lukt het ons mensen maar niet om van de wereld weer een paradijs te maken waarin iedereen het goed heeft? Dat komt omdat de zonde er nog steeds is. En één zondaar kan meer kapot maken dan 10 of 100 goede mensen kunnen opbouwen. Zo is het toch? Je kunt er 10 jaar over doen om met 100 mensen een prachtige kerk te bouwen. En dan komt er één met een bom en die blaast alles op. Zo is het toch? Zolang de zonde er is, al zijn er maar enkele slechte mensen, blijft het een gebroken wereld. Ja, maar wacht even. Ik ben ook een zondaar. Nee, ik pleeg geen bomaanslagen. En ik probeer van mijn geld ook te delen met mensen die het slecht hebben. Maar ik heb ook mijn tekorten. En God die mij kent, die weet dat ik ook lang niet ben zoals hij het eigenlijk bedoeld heeft. Wat kun je ook in je liefde nog veel tekort schieten, hè, naar mensen die het echt nodig hebben. God weet dat. En daarom kwam Jezus om voor onze zonden te sterven. Het is kerst geworden. Hij werd geboren, maar hij werd geboren om naar het kruis te gaan. Want het is een heel oud gezegde, hè? Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En wat het eerst moet gebeuren is dat die schuld van de zonde weggaat. Onze schuld, jouw en mijn schuld. Nou, dat wil Jezus. Hij is naar het kruis gegaan. Hij heeft het uitgeroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En waarom werd hij verlaten? Opdat een ieder die in hem gelooft en zijn zonde en schuld beleid vergeving mag ontvangen. En door genade een kind van God mag zijn. Daar begint hij mee. De schuld van de zonde wegnemen. En als het graf opengaat, dan blijkt de macht van de zonde is doorbroken. Jezus stond op uit de dood. En daarom gaan eenmaal ook alle gevolgen van de zonde verdwijnen. Gelukkig. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan zal alles weer goed zijn. Er zal geen honger meer zijn.
Er zullen geen vluchtelingen meer zijn. Er zijn geen ziekenhuizen meer nodig. En begrafenisondernemers zijn niet meer nodig. Die zijn dan werkloos. En dominees ook. Gelukkig mag ik helemaal gaan rusten. Ik heb nu al pensioen, maar dan nog veel meer. Want iedereen kent God, hè? We hoeven elkaar niet meer de les te lezen of te troosten of te bemoedigen. Het wordt een prachtige nieuwe wereld. Ja, als je in Jezus gelooft. Want het gaat er niet alleen om wat we verwachten. Het gaat er ook om wie we verwachten. Jezus, is Hij jouw redder? Is Hij jouw zaligmaker? Weet je het, Hij moest ook sterven voor mijn zonde. En tegelijkertijd, hè, als je Hem verwacht, dan ben je een gelukkig mens. Het werd gezegd, hè, zalig is Maria onder alle vrouwen. Maar in Psalm 146 staat, zalig is ieder die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En dan ga je ook anders leven. Als je de Heere Jezus je redder verwacht. En je bent op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan wil je hier niet meer overheersen. Dan wil je hier dienen. En dan gebruik je het leven niet meer om steeds rijker te worden. Maar dan gebruik je je gaven om te helpen. Waar dat nodig is in deze wereld. Broeders en zusters. Waar ziet u naar uit? Nee, eigenlijk anders. Is het aan je leven te zien vandaag wie je verwacht? Amen. Zullen we zingen van Psalm 146? Dat is in uw bundel lied 38, de versen 1, 3 en 5. Dus lied 38, de versen 1, 3 en 5. Zullen wij samen bidden en danken. Liefdevolle God en Vader in de hemel, we komen tot u en Heere God, wij willen u danken dat wij in het lijden en de gebrokenheid van deze wereld toch altijd elkaar mogen troosten.
omdat u ons troost en bemoedigt. U geeft dat we weer vooruit mogen kijken. Soms zijn er in het verleden van ons leven moeilijke dingen gebeurd en die dragen we soms als een geweldige last met ons mee. Elke dag gaan we eronder gebukt. En Heere God, dan mogen we u zoeken om daarover te spreken. De moeite die er zijn, het verdriet. Of wat is het een voorrecht als u iemand geeft op onze levensweg waarmee we dingen kunnen delen. Iemand die ons begrijpt en die in rust en liefde wil luisteren, ook in uw naam. Heere God, u kent ons als geen ander. Als er van die dingen zijn waarmee we zitten, waarmee we worstelen, wilt u ons helpen en zeer nabij zijn en kracht geven. Maar bovenal, Heere God, we mogen altijd vooruitzien. Deze wereld blijft niet een gebroken wereld met lijden en moeite en ziekte en dood. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan zullen we u zien van aangezicht tot aangezicht. En u zult ons altijd vreugde geven met u en met elkaar. En we mogen ons verheugen op die grote dag die komen gaat. En we mogen u danken, Heere Jezus, want door uw lijden en sterven en opstanding is het mogelijk geworden dat deze wereld weer toekomst heeft. Geef daarom, Heere Jezus, dat we met u verbonden mogen zijn door het geloof. En dat we u mogen volgen, in uw voetsporen mogen treden. Door net als u niet te overheersen, maar te dienen. Ook als we leiding moeten geven. Door net als u niet aardse rijkdommen te zoeken en daarvoor te leven. Maar er te zijn bij de armen en degenen die het moeilijk hebben. Door net als u niet hoogmoedig en trots te zijn, maar dankbaar en nederig. Zo mogen wij lichten zijn in een donker wereld, getuigen van u die komen gaat. Heere God, we willen u ook bidden voor Lucie, die onderzoeken moet ondergaan. Wilt u de doktoren, de onderzoekers, wijsheid geven om mogelijk middelen te vinden, manieren om haar te helpen. We willen u ook bidden voor Sjaak en Nettie, geen jaar. We willen u bidden voor Annie zorgen. U kent hen, Heere God. U weet van hun moeite, hun levensweg. Geef hen kracht. En kon het zijn ook weer nieuwe krachten. Troost in u. We willen u ook bidden voor de familie Bogert. Deze week kwam een broer van Marleen door een ongeluk om het leven, terwijl hij nog maar heel jong was. Wat een gemis is er dan, Heere God. Er is een gat in een familie geslagen. Gelukkig mogen we weten dat ook hij, die weggenomen is, u kende en u lief had. En is er ook troost dan, maar ook veel verdriet. Wees deze familie zeer nabij in deze dagen en weken. Geef hen kracht en troost om hun kruis te dragen. Heere God, we bidden u ook voor asielzoekers in ons land, maar ook hier in ons midden. Die zo graag een verblijfsvergunning willen hebben en verder willen gaan met hun leven. En wat kan het wachten dan lang duren en spannend en moeilijk zijn? Heere God, ontferm u. En geef ook onze regering dat ze leven vanuit barmhartigheid. U hebt het toch gezegd, zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ontvangen. Geef dat wij onze rijkdom niet als een bezit zien, maar als een middel om anderen te helpen en u te dienen. Geef daarom, Heere God, open grenzen en open harten, open huizen, om mensen die de gruwelen van de islam hebben meegemaakt, ook iets te laten zien van de wonderlijke liefde van u, de levende God van hemel en aarde, en van de barmhartigheid waarmee uw kinderen zijn aangeraakt. Heere God, zo dragen we onszelf aan u op, ook als gemeente hier in Boendemeersen. We hebben u nodig en daarom bidden we ook, Heere God, dat er weer een voorganger kan komen, een eigen voorganger, die ook de gemeente dienen en leiden kan. Vader in de hemel, wees ons nabij. In alle omstandigheden, zegen ons deze dag en ook de komende week. Help ons bij ons werk. Help ons onze kinderen op te voeden. Help ons om naar elkaar om te zien. Maar bovenal ook om
u te loven en te prijzen. Elke dag die u geeft. Omdat u groot bent. En geduldig. En genadig. Omdat u onze God en Vader wilt zijn. En wij door genade, uw kinderen, op weg naar het grote feest. Amen. Zullen we nu ons slotlied gaan zingen? Het lied Jezus leeft in eeuwigheid. Dat is, ik moet even weer opzoeken. Organist, help me. 331. 331. Zullen we dat staande samen gaan zingen? Vond het voorrecht dat ik vanmorgen in uw midden mocht zijn. Ga nu heen in vrede onder de zegen van onze drie enige God. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. U mag nog even gaan zitten voor een toetje. Dat wil zeggen...